Wat is op man? Mijn naam is Roelie Henrique en welkom bij Outside the Box. Het programma waarbij wij één BN'er koppelen aan een topsporter, een honkballer in dit geval. We zoeken de verschillen op, we zoeken de overeenkomsten op, we leggen ze bloot aan challenges. Wat zijn de linken? Met aan het einde het belangrijkste vraag. Zijn ze klaar voor de hoofdklasse challenge? Welkom. Vandaag in episode 1 krijgen wij Bizzey, die wordt gekoppeld aan KALIAN SAMS. Deze heren hebben zoveel gemeen. Ten eerste, ze hebben een liefde voor tattoos. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je. Ten tweede, ze hebben een passie in de sportschool. Ten derde, ze hebben allebei een carrière achter de rug in Amerika. Zou je zoete laag, 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 laag. Wat wil je nog meer? We gaan naar binnen en we gaan Bizzey ontmoeten. Let's go. Yes! Yes, super tof dat je er bent. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in, man. Het is lang geleden voor mij. Ja? Ja. Hoge verwachtingen, lage verwachtingen? Geen verwachtingen. Ik heb het lang niet gedaan, dus ik sta er gewoon open in. Ik denk, ik ga niet te veel voor mezelf vragen, maar ook niet. Ja. Nou, je hoort het. Geen verwachtingen. Ik heb in ieder geval hoge verwachtingen, want hij heeft een honkbalverleden. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Ik denk, jullie ook, dus let's go. We gaan naar binnen, we gaan gaan. Ga gaan, man. Ja, toch? Ja. Kali. Ga gaan, man. Rustig. Ready? Ja, we hebben hetzelfde postuur, dus dat moet goed komen. We zijn hier in het topsportcentrum. We gaan wat oefeningen doen vandaag. Kali gaat ze voordoen. En de bedoeling is dat jij naar doet kijken wat jij in je mars hebt. We gaan het zien, man. Ready? Ik ben benieuwd. Ja, let's go. We beginnen met de bench. Explosiviteit. Het is zeg maar de bedoeling dat je boven de 1.0 bar omhoog pusht. Yeah. Als je eronder zit, betekent dat je dus te weinig kracht hebt gegeven. Dus probeer gewoon boven de 1.0 te blijven. En probeer zoveel mogelijk herhalen. 1.0, het zegt me niks, man. Maar het gaat zo meteen duidelijk worden. Gaat er een bel rinkt als ik het verkeerd doe. Zeker. Of zo. Als je een piep hoort, dan weet je van, ik ben goed. Als je een piep hoort, dan doe je het goed. Yes. Dat zie je nou. Veel piepjes. Maar het is dus niet op van vast 3 keer 10. Het is dus gewoon benchen tot je geen piep hoort. Het is benchen tot je geen piep hoort? Ja, eigenlijk wel, maar ja, ik wil gewoon geen piep houden. 83, okay. 86, 81, 89. Maar je moet 93. Nog harder. Ja, je moet harder, man. 88. Die goed 77. Is niet goed afgesteld bij hem. Hoe kan dit? Wacht, ik doe mijn armen dichter bij elkaar. Ik snap dat hem is niet. Hem. Oké, wacht. Moment. Alright. 76. 74. 72. Push. Hoe kan dit, man? Oké, dus het gaat helemaal niet meer bij jullie om het gewicht omhoog, maar hoe hard je omhoog doet. Juist, explosiviteit. Besef, dus dat net. Ik ga gewoon mezelf snitchen. Dus ik zit nu 15 hoor, maar ik train van, kan ik dit? Ja, jullie trainen van, hoe hard kan je dit? Ja, yeah, zeg maar, je wordt, eigenlijk is het voor mij te licht in principe. Yeah. Dus eigenlijk moet ik zwaarder, maar nog steeds rond de 1.0 blijven. Honkbal is een sport van explosiviteit, dus het heeft voor mij geen nut om 200 kilo te benchen, maar dan word ik traag. Traag. Ja. Lekker. Is dat eigenlijk, man? Dat was oefening 1. We gaan nu naar oefening 2. We hebben het over snelheid, explosiviteit. We gaan naar de tweede oefening. Right. Zijn wel het ene belletje die ik had gegeven. Ik heb hem één keer gehad. Moment. Ik hou deze bal gewoon tegen je chest aan. Het is de bedoeling dat je zeg maar een soort van honkbal swing maakt. Right? Dus ik hou hem, ik hou hem er gewoon bij. Mm-hmm. En dan je swing. Roteren. Here we go. Alright, 69. Roteren. Boven 1000. Wat ik zie is dat Bizzey alweer een hele interessante bedding stance heeft. Met een leg kick. Hij brengt je been omhoog. En dan gaan we straks die vertaling over en een handbal maken. Dus ik vind het heel interessant. Hoeveel? 9? 9,81. Is not bad, vind ik. Lekker. Zeker. Kijk hem. Ik wil nog even een bruggetje maken. Tattoos. Heb jij toevallig een honkbal tattoo? Deze heb ik. En wat was jouw grootste inspiratie om het te zetten? Ja, honkbal. Ja. Ik vond het gewoon, en vind het nog steeds gewoon echt een harde sport. Nou ja, je hoort het, inspiratie was honkbal. We gaan gelijk door, we gaan het doorpakken met wat honkbal dingen, honkbal gerelateerde oefeningen, honkbal swings, wat het is een bedding stance. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen in een
honkbal in een bedding cage. Dus we gaan onze spullen pakken, we gaan die kant op en jij gaat mee, hoop ik. Als ik het nog kan, ja. Let's go. Oké, dit is de kleedkamer. Hier gaan wij ons zo omkleden. Voordat wij ons gaan omkleden, heb ik een aantal vragen. Hoe lang geleden heb jij voor het laatst een honkbaltenue aangedaan? Dat niet zo heel lang geleden. Want mijn vrouw komt uit Eindhoven en ik heb van haar leren carnaval vieren. Ah. En toen heb ik mijn oude pikpakken nog één keer bijgepakt. Wanneer, luister, jij bent dus op wat voor leeftijd gestopt en toen ben je muziek gaan maken. Wanneer kwam die switch? Nou, het was niet die switch dat ik muziek ging maken, want muziek maakte ik altijd. Ik was ook wel altijd die guy in de dugout die zijn bek niet hield, zeg maar. Ja. Maar ja, op een bepaald punt was het gewoon, elke keer moest je daarin. Ik kon geen geld verdienen. Ik stopte met school en ik mocht van mijn vader niet werken. Ja. Dus nou ja, en ik had geen opleiding, dus ik kon alleen maar in een winkel terecht. Die was zaterdag open en op zaterdag werd gespeeld. En ik had geen zin om op zondag te spelen in een soort van... Want het ging toen best goed. Ik speelde landelijk niveau. Ja. En ja, ik had geen zin om dan weer terug te gaan, zeg maar. Dus ja. Een beetje door mijn koppigheid ben ik eigenlijk gestopt. Ja. En bij welke vereniging heb je allemaal gespeeld? Langst bij Redcaps. En Quick daarna. Dat heb ik nog op een blauwe maandag bij Zuidvogels gespeeld. Maar ja, uiteindelijk zijn Redcaps en Quick wel, die zitten wel in mijn hart. Redcaps, ik ga naar Leusden, man. Ik woonde toen de tijd in Leusden en ik had een jongen die kwam bij mij in de straat wonen. En die kwam van Den Haag en die honkbalde bij ADO. En ik kende de sport niet echt eigenlijk als van, ik wist niet eens dat het was. En hij zei gelijk van, ik ga hier de honkballen. Zeg, waar is dat dan? En toen ging ik een paar keer mee. En toen dacht ik, ja man, dit is hard. Ik vond het gewoon super leuk om alleen al over te gooien en gewoon te catchen. Yes. Die jongen van ADO heette? ADO. Rico heette die. Rico? Ja, hij is niet soort van sick lang doorgegaan. Maar hij was wel goed en hij was ook wel een goede motivator voor mij eigenlijk. Want hij liet mij wel de schoonheid van de sport kennen. Oh, ik ben bij ADO begonnen. Ah, ik woonde precies letterlijk naast ADO. Oh, sick. Ja man. Ja, nee, hij kwam, ik denk dat wij 11 waren of zo. Mm. Dus toen ging hij eigenlijk al bij Redcaps spelen. Oh, okay. En toen werden we eigenlijk allemaal heel fanatiek, gingen we naar de honkbalkamp zo. En ja, toen checkte gasten van Quick en zeiden van ja, grotere club, kom bij ons spelen, dit, dat. Ja. Twee vragen voordat we gaan beginnen. Ik weet, hij staat op popelen om wat te kunnen doen. Twee vragen nog. Eerste, ik hou van swag, ik hou ervan ook goed uit te zien. Deze manier, Kalian, laten we alsjeblieft met hem beginnen. Swag is in principe zijn tweede naam. Kali is swag police. Als Kali zegt dat het kan. Maar jij lijkt mij ook iemand die heel erg gefixeerd is van hoe hij eruit ziet. Wat is jouw ultieme swag op honkbalveld? Wat zou jij aandoen? Hoe zou jij eruit zien? Ik ga niet liegen voor je. Bij Redcaps. Dit was geen rijke club. Dit was een kleine club. Ja. Wij hadden sponsor runs en shit. Ons pak was niet mooi. Ja. Ja. Ik ben gewoon naar Cofé. Ik ben toen naar Cofé gegaan. En ik heb gewoon in dezelfde kleuren van ons team. Heb ik van onze club zelf een pak laten maken. Gewoon, dat ik die knoopjes had, dat ik gewoon die lange broek had. Ik heb was een moeder van een teamgenoot van ons, die ging de broeken dan ook, dat ze wel strak bleef verlengen. Ja. En dat het gewoon, je weet toch, ik had die Nike's, high top, klittenbandje. Lekker man, ik loef. Nike's gewoon. Postbandjes. Dat was gewoon compleet. Ja, hij is wel goed voor kunnen. Ja man, hij heeft hem gewoon zelf in elkaar gezet. Ja wel? Ja. En jij maakt je kleren ook bro. Ja zeker, ik tailor ook gewoon mijn shirt. Soms krijg ik echt die rode blagapaan shirt toch? En dan denk ik gewoon een doek. Laat ik het innemen, dan zei ik aan mijn broek op maat. Moet. Ja, maar ik ben ook wel zo'n guy, echt. Ja toch? Ja, het was ook met stelen, je moet die irritante guy zijn toch? Dus als je een beest gaat stelen, dan moet het er al voor de pitcher een soort van uitzien van deze guy. Ik wil hem gewoon, dat hij het met die frustratie uit fout gaat maken. Muziek. Wat betekent muziek voor jou als honkballer? Hoe pas jij muziek toe in het honkbal? Denk aan walk-up songs, Walk-up songs zijn vooral gebaseerd op gevoel, man. Het gevoel wat ik krijg bij het nummer als ik hem hoor en het pompt me op om zeg maar die wedstrijd te gaan spelen. Als ik zeg maar ga slaan en ik hoor het nummer, dan geeft het me echt die boost van eigen gaan. Weet je? Dus voor mij is het echt super belangrijk, man. Om het juiste nummer te hebben bij hoe ik me op dat moment voel. Ik snap het wel. Mm-hmm. Hij is vervelend, hij speelt met mij in het team, hè? Ja. Ik kan je zeggen, er zijn dagen dat wij op het veld staan, warming up aan het doen zijn en het klinkt geen muziek. En dat deze man mij serieus haalt vanuit het veld. Hey, Louie! Hey!
Pak, papa, waar is je telefoon? Zet muziek dan. Ja, moet. Dus dan moet ik stoppen met mijn om muziek erin te gaan regelen. Hoort erbij toch? Kan niet op het staan. Het is een compliment en als hij beter speelt is het voor een good cause. Wat is jouw ultieme walk-off song? Bizzey komt aan slag. In een grote stadion, veel mensen, wat zet jij op? Ja, vroeger wel die film toch, met Charlie Sheen. Hoe heet die nou? Voor die dat, ja, nee, die Wild Thing. Die Wild Thing, oh, yeah, ja. Major League. Major League, ja. Wild Thing. Ik zou dat gewoon wel willen pompen gooien. Lekker, ik heb nooit walk-up songs gehad. Yes. Laat eerlijk zijn, ik heb dat nooit mogen meemaken. Ja. Ja. Nu zou ik denk ik te narcistisch zijn om iemand anders poppen te gebruiken dan die van mezelf. Ja. Oh, hard man, je kan je maar, eigen maken. Snap je, je kan je eigen poppen draaien. Maar ik denk dat ik misschien wel gewoon alsnog die Wild Thing. Het is wel sick en je kan er ook wel gewoon... Maar dan zou ik ook wel eisen dat die hele pokoe afgedraaid wordt. Oké, ik heb wat dingen voor je, want we gaan die swag opbreden. Je kan niet zo gaan slaan. Dit kan niet, ik heb wat dingen voor je. Kom, je mag met mij meelopen. Eerste wat ik voor je heb. Atti. Een Atti. Ja. Snapback. Ja. Ja, die kan je op zijn briefjes aanzetten. Staat mij nooit, maar ik ga het gewoon... Het moet, hè? Het moet. Een shirt. Nummer 11. Ik heb me laten vertellen dat 11 een bijzondere getal is. Dit is super sick. Weet je wat het is? Vroeger toen ik honkbalde was echt serieus mijn rug nummer 11, hè? Oh, serieus? En nu heb ik een zoon, hij heet November, geboren in November. Ja. En echt laatst pas toen jullie dus vroegen van welk nummer wil je op je shirt. Toen in één keer dacht ik weer terug van, hey, ik speelde altijd met 11 op mijn rug. En nu is gewoon, nu heb ik gewoon 11 in mijn nek getatoeëerd. Ja, dat is hier, man. Dus het is echt heel sick. Kijk eens. Ja, toch? Busy on the back. Ja, dit is wel raar, man. Knuppel, je mag een knuppel uitkiezen. Oh. Oh, dat vind ik fucking master, ouwe. Oh, dit vind ik echt sick. Jazeker. SSK toch? Ja, dope man. Je kent het merk nog? Ja bro, mijn laatste glove was van SSK ook. Je hebt de shirt, je hebt een pet, je hebt de knuppel, we kunnen aan de slag gaan. Ja toch? Kleed je even om en dan gaan we naar binnen en dan gaan we daar gelijk into the action. Let's go. Alrighty, oké, we zijn hier in BP. BP, zoals je ziet, een hele grote handbal sport indoor faciliteit in Amsterdam. Check it out, BP Sport Center. Het is tijd dat wij gaan laten zien wat deze twee jongens kunnen tegenover elkaar. Stijn, ook een handballer van het Nederlands team, gaat een bal rustig onderhands naar je toe gooien en slaat hem weg zo hard als jij kan. Oké. En daarna gaan wij over naar regular BP, dan zal Stijn hem over. Bovenhands, gooi je naar jou en dan is het eigenlijk exact hetzelfde spelletje. Konijnenhoortjes. Hier. Wijzen, richten. Kleine kinderen, hoor je dit? Nee, maar dat is echt zo. Kleine konijnenoortjes, ik zie nog veel te veel kinderen zo gooien, drie vingers. Konijnenoortjes, like it. Dat is niet. Alrighty, let's go, we gaan de kooi in. Hier wordt gaan. Ik zie hem nu een aantal swings maken en ik ga niet liegen voor jullie. Hij kan het nog echt wel hoor. Hij staat er en hij neemt het serieus. Hier, batting stance. Laag, lekker. Boom, zie je nog? Ja, nog. Ik vind dat hij het heel goed doet en dat is voor iemand die minimaal 10 jaar niet meer heeft geslagen. Als het niet je meer hebt is. Nu, je hebt je eerste ronde gehad. Hoe ging het? Hoe ging het? Wat vond je ervan? Moet weer inkomen, die sweet spot zoeken, toch? Ik ben geneigd om te vroeg uit te stappen, zeg maar. Ja. Heb jij wat tips voor hem? Want je hebt hem nu zien slaan. Twee tips waarvan je denkt, als hij dit doet, dan gaat hij no-see worden. Iets langer wachten op de bal. Wachten, hè? Dus wachten op de bal, zeg maar meer. Nee, je contactpunt waar je iets voor je voorste voet hebt hier. Dat was iets te ver voor je. En handen binnen de bal houden, man. Je komt soms een beetje om de bal heen. Op deze manier. Ja. Je handen wil je zo naar de bal te brengen. En deze top hand voor jou deed zeg maar te snel. Oh, ja. Trek hem door, top. In plaats van hier komen en dan daar. Ja! Zie je nog? Zie je! Doordat jij honkbalt, heb jij heel lang in Amerika gezeten. Mm-hmm. Met jouw muziek ben je overal heen gegaan. Heel lang in Amerika gezeten? Ook in Amerika gezeten. Amerika of Nederland? Ja, nu wel Amerika, man. Ja? Stripclubs zijn weer open. Ja. Amerika of Nederland? Nederland toch wel. Toch man. Wel? Ja, Nederland is wel mijn basis. Ik heb hier mijn familie, mijn vrienden.
Ik heb jarenlang in Amerika gespeeld, maar nu is het voor mij wel Nederland. Ja. Laat me dit antwoord ook geven, anders krijg ik ruzie thuis. Nee, Nederland is een mooi land. En ik wist niet eens dat het hier zo hoog niveau, ook wat jullie allemaal hebben hier qua faciliteiten, is sick. Jij, heel veel moeten reizen, hè? DJ, op en neer, op en neer. Jij, minor leagues gespeeld. Mm-hmm. Ik weet dat minor leagues veel busreizen zijn en in bus slapen, 6 uur lang soms. Gekke reizen. Jij veel travelen. Als jij dan moet denken van oké, ik heb heel lang in Amerika gezeten, zoveel reizen. Zou je datzelfde nog een keer overnieuw doen? 100%. Om je doel dan te kunnen bereiken? Ik heb zo'n mooie tijd gehad daar. De dingen die ik heb mee mogen maken, de mensen die ik heb mogen ontmoeten. Ik zou het voor geen goud willen ruilen, man. Het was echt een mooie tijd en ik zal het zeker nog een keer doen. En voor jou exact hetzelfde? Ja, same, man. Ja? Same. Tuurlijk, je hebt dagen gehad dat je echt de boel thuis mist en dat je denkt van waarom de fuck doe ik dit. Maar ja, het is zo'n rijkdom aan informatie en ervaring en verschillende soorten mensen die je tegenkomt. Ja. En weet je, Nederland is zo'n klein stukje op de hele wereld, snap je? Dus dat, die rijkdom die wij hebben gegaard door gewoon te toeren over de hele wereld, is sick. Ja. Jullie hebben allebei kids. Ja, je hebt één kid, je hebt kids. Allebei een boykie. Hoe belangrijk is het voor jou dat jouw kind jou kan zien hongeren? Ja, ik vind het super belangrijk. Ik bedoel, ik wil voor hem een motivatie zijn. Het leven is een grote voorbeeld. En hoe ik hem zie, dat hij bij de wedstrijden komt kijken en hoe hij ervan geniet, hoe ik speel. Ik vind het super nice, man. Om dat aan hem te kunnen laten zien. En hopelijk gaat hij ooit in mijn voetsporen treden. Dat is wel de bedoeling, man. Zo niet, ook niet erg, maar het is voor mij super belangrijk. Mm-hmm. En november, hoe belangrijk is het voor jou dat hij ziet hoe groot je met DJ bent gekomen en alles wat hij... Nou, voor mij is het, ik vind het wel ingewikkeld, want ik vind het ook juist belangrijk dat hij daar eigenlijk niet zoveel van meekrijgt. Hij zit ook speciaal op een school die we uit hebben gekozen, zodat de mensen daar een beetje normaal reageren als ik een schoolplein oploop en zo, dat ze eigenlijk niet echt op reageren. Ja. Hij is jong, weet je, en ik wil gewoon dat hij zijn eigen persoon wordt, zeg maar. Kijk, ik denk ook dat met de topsport is het anders, want je hebt iets wat... Ja, daar kan je heel erg naar tegen opkijken en dat is ook gewoon een super mooi iets om te doen. En ja, ik ben natuurlijk een soort van rockster achter iets. Dus ja, weet je, van zijn moeder mag hij ook mijn videoclips niet zien en zo. En terecht, toch? En ergens ook wel terecht, misschien. Ik mag van mijn moeder jouw videoclips nog steeds niet. Snap je? Dus, ik doe het wel voor hem, snap je? Het is wel zo dat alle rijkdom die we verzamelen, zowel in euro's als gewoon in ervaring en dingen, die probeer ik hem wel mee te geven. En ook niet op zo'n manier dat hij gek verwend wordt. Maar ja, het is wel belangrijk, weet je, dat je kind alles kan geven wat hij nodig heeft. Supermooi. Genoeg gesproken. Oh, wacht, daar. Genoeg gesproken, let's go. We gaan nu slaan. Bovenhands. Ja, the real deal. The real deal. Let's go. Hier, opgezet. Juice. Raak je wel lekker. Je krijgt nog één ronde. Maar dan op hoofdklasse snelheid. We gaan de machine aan. Hoeveel miles is dat? 85. Dat is 85 miles, hè? Ja. Let's get it. Let's get it. Paris. Deze, je wilt het niet hebben. Luister, pak een keer. Gewoon een ijzeren stang, hou hem niet vast. Hou hem heel rustig vast, sla op beton. Dat is het gevoel wat je krijgt. Huh? Ja. Ja. Oh! Lekker! Volgend jaar, ik heb al gezien. Ik wil dat als jij volgend jaar een bezig bent, dat je een bezig was. Hoe was het? Hoe was het qua snelheid? Nee, het was lekker, man. Ik vond de indruk, man. Ik zeg je eerlijk. Absoluut. Absoluut, ik ben benieuwd hoe de rest het gaat doen, maar het wordt moeilijk om deze man te overtreffen op dit moment. Moet JJ nog? Ja? Hij gaat sowieso niet klaar, bro. Hij gaat niet halen? JJ, succes, broer. Niks anders zeg ik. En ik verzin nog even iets, wat ik ga je voordat deze aflevering komt met jou, ga ik je vertellen wat je moet geven als je me niet overtreft, man. Jongens, dit was het. We zijn aangekomen aan het einde van de gehele aflevering van de dag. Hoe vond je het? Ja, leuk, man. Stukje nostalgie van mij, man. Ook vet om jullie zo te zien en hoe sick jullie het ook voor elkaar hebben, man. Het is wel echt als je nu als honkballiefhebber dit niveau bereikt, dan
Ja. Mooie dingen kunnen doen gewoon. Absoluut. En hoe vond jij het om een dagje met... Super tof man, ik volg die man al jaren, dus ik vind het tof om je een keer het echt te zien en met je te honkballen. Dus dope man, denk dat je er was. Super tof. Louie man, same here. Man, zeker. Dus, dit is het. Allereerste aflevering, leuk en goed dat jullie hebben gekeken. Hou het ons in de gaten, we hebben nog veel meer gasten. Opkoming, leuke challenges. Dus je weet wat je moet doen op YouTube tegenwoordig. Like, deel, abonneer met een nadruk op het laatste. Abonneer. Outside the box. Later.